de Living Wall, Shaggy, Shaggy, Shaggy. En die zei, nu, nu. En dan is die. Ja, dan begint het erin. Maar ik denk dat hier was gewoon. Oh, je mag van de markt misschien dat dat wel wat in de conditie geldt natuurlijk, want ja, in Chains hebben we meer dronken dan dingen verder.
Maar dat is het helemaal niks. Het is Jan van der Rieden daar. Hij komt jullie halen. Hij is een jongetje, hier, maar verschrikkelijk sterk. Maar de komende jaren kan alleen maar sterker worden, natuurlijk. Mooi, de bal die we krijgen. De man die in de voorstelling wordt zeer vol, maar hij tegenwoordig de zwaarheid heeft van een mooie plaats nu wel. En een stukje goal in de finale, dan merken we gewoon niet binnen. En dat is dus middenhandelen. Hij komt nu naar Oudenaar, achterkwartier hier met taal bewerken. En hij doet alleen nog wel een touwboek of vierde nog. Nou, hij heeft dit café dus ook weer goed. Dat ik nog meer. Jorgen Jan Kiel. Ja, dan krijg je nog zo'n plaats voor de favoriet. En nou, dat wil eigenlijk al een concurrentie spelen, maar het dorp Haar en Balk. Want deze jongen die hier te gerne bij de oren die draagt voorstel, wie er gedeeld vierde, wie er bij de voorselectie. Maar ik zal je meer zorgen om het laatste favoriet, zonder meer. Hij is al jongen 30 jaar oud, maar je zult dan hebben nog meer. Hij is boer van Rot, dus wat dat ik hier de handen goed zetten. Hij doet dan atletiek, hij heeft regeling, hij trekt een soort dier. Hij heeft marginalisatie, groenbespannen, beenmarathon, schaatsen, etc. En al dat er veel meer op draven, hij heeft al touw ook geweest bij het buitenschip. Ik praat over de favoriet, J. Valkenaar. Nou, dit mannetje, dit komt wel vier, jongen. De man werd er geliefd, maar hij heeft ja, dat is echt niet, hè. En die komt uit Balk, zou ik het zeggen. Hij doet een speciaal bewerken. Hij is 400 kilo, tot ik een bodybuilding. Hij is misschien wat liefst voor dit soort evenementen, maar hij kan goed mooi, man. Wat zie je graag om hier. Het is laatst van 8 voor de heer Uit Balk. En zoek dat ooit wat te kwartel bij, hè, want deze jongen die tel alleen goed, maar hij die pakt je punt wel. Denk ik dat we dan nog fjouwer mensen hebben die over die voorstellen. Dat u die fjouwer, want wij doen al een beetje die eerste shower in het circuit, maar ik denk dat u die fjouwer de nieuwe sterkste man van, of de eerste sterkste man van de Superwest toe komt of bloed. Dat wordt nog wel een shame, maar ik denk dat deze fjouwer mensen het echt jong meisje moeten vinden en dat zij echt heel heet komen met academische bloed. Wie van de fjouwer het bent, maar deze fjouwer zal elkaar op het zoer bekampen. De eerste man die ik ooit voorstel, jongen met 40 jaar jong. Dus wat altijd hier zonder zin van nou, je hebt een jongen met 40 jaar die nou nog mooi kan. Ja, hij heeft een trainer voor selectie. Hij is de sterkste man van Friesland, hij is zelfs nog een vierde oude dier. Dus wat altijd hier, moet je hem net zo volgen leren. Jongen met 40 jaar, die steeds Cor Snorr Oudendag. Ik hoop het. En dit is onder meer een favoriet van alle jongens die vaak op dit soort evenementen mooi doen. Die in Nederland heeft een soort respect voor deze man. Maar misschien wordt het vierde, maar misschien wordt het wel eerste, want die weet het nooit bij deze. En deze weer is optreden bij de sterkste man van Friesland, Aurelier. En als je weet wat je daarvan zin stand treffen, dan kan je echt wel zitten. Nou, die jij er echt helemaal bij. Zet de kijk daar in de hoeken. En dan moet ik wel prima presteren, wat het woorden van hem overhouden. Hij doet nog voetballing. Hij is kuikenmester, pluimveehouder, zitten we dan. Hij komt uit Meus en dat is Simon Sikkers. Het monster van Meus, daar. Dit weer dus de winnaar van de voorselectie en denk eraan dat deze jongen vier komt. Maar ja, ik zie, ze moeten zojuist onderdeel van, dus dat wordt heel dreig. Daar helpt ze niet in trouwens, geliefd. Ja, en dit is dus de man die de titel verdediging had. Maar hij is vol vertrouwen, dus. Nog hier een applaus voor deze ziend man. Zij wil het jongen uitzien. En we hopen op een stuk show natuurlijk en een hele goede prestaties. Dan wil ik even een peermeesknooi voorstellen die in een oor berucht zien zullen. Allereerst is dat Fokko de Jong, hoofdorganisator van de sterkste man van Friesland, die verinuurd is. Die komt hier, hij komt gelijk met Surmen, waar ik hem ook zijn, hij is er nu nog 9. Maar dit is Fokko de Jong en een speciale attentie, want daar is speciaal van de Scotland komen, deze jonge man. Hij is de enige beroepskrachtsporter, of de meesten, hij doet dit soort games altijd mooi. Hij is de heersend sterkste man van Friesland, 3 jaar achter me geworden, dus in 87, 87 en 84. Hij had zelf wel eer om hemzelf, want de zijn van hier stel ik mijn titel beschikbaar. Dus wat dat ook niet, hij doet van die net maar de sterkste man van Friesland, maar er zijn wel oren die wel mooi doen. Wie ben jij nu, die dan ook de fotograferen heb. Ik op 3 jaar de sterkste man van Friesland geweest, die doet van hier, ik ben mooi, et cetera. En er zit nog zo'n risje daar, ja, daarvoor bij die stekken. En Henkie op daarmee de parel van Leeuwarden, et cetera. Dus ze zijn er alle keer om te loeren hoe iedereen ervoor staat van november. Maar iemand speciaal, en nou, hij heeft een lijstje jongen wat er al presteerd heeft van hier. En dat is al wat, ja. Hij had een wereldrecord officieel, ja, in het Guinness Book of Records van Carpool, dat is autoloeken. Hij loopt 18 auto's van u, dat is het officiële wereldrecord. Hij is Nederlands recordhouder
hamerslingering. En dat hamerslingering, dat kan je onder de oceaan. En gewetslingering op 6 september in Snitch bij de Britse Wieken. Want daar komt Jaap Capes, de sterkste man van de wereld. En Ab Wolde, de sterkste man van Nederland, heen. En nog een keer van die grootheden om daar wat mijn hamers om te slingeren. Dat vind ik dan wel prachtig. Nederlands kampioen Highland Games zit er. En dit is recordhouder, hamerslingering en steenstelder. Niemand minder dan de reus van Achlem, Tjolling van de Bos. Daar is er. En we zullen straks wel even een interviewtje met hem houden, zijn links en rechts, want hij heeft vast wel wat netjes te vertellen, want daar is er natuurlijk hiervoor. We hopen dat hij nog een onderdemonstratie jouw. En dat zal vast wel goed komen. Maar bij jou de jongens hebben 4 minuten van het, we brengen het titel weg, maar het eerste onderdeel, en dat is het trekkertil. Dus de jongens die kunnen zijn rustig even op Barbie. En wij gaan dus om 7:15 beginnen met het eerste onderdeel, het trekkertil. Je moet dus de volgende beurt die moet ze op, Jan. Nee, minder van je strampel krijgen. Nou, een sterke jongen uit Kolderwolde. Als je net weet waar dat luidt, dat luidt je vlakbij. Ze moet rustig een langje bij die samen minuut. Ja, maar zeker, het is zo lang als iedereen valt het mooi, hè. Maar het is ook een schande dat je het net wil kennen. Hij is niet je voorlopig vol, dus hij weer sterker nog in de voorselectie. Maar het moet nog wel een gewolling gebeuren. Ik denk dat hij in de middel is, ja, die zou valt deze jongens een krimpje houden. Dan durk Wagenaar is je volgende gewicht dan even op Jan Wolf. En laat maar zwart ik. We zullen eerst even naar Cor Oudendag. Krijg ik de stretch om. Hij heeft hopen toch dat Jert, dat is de meeste, dat het de nieuwe sterkste man van Friesland wordt verdierd. Dat is de jonge 12 hier in de Namaar, dat gebeurt de hulpje wat is hier. Dat is Arend Kuper uit Soijsbjerm. Het tweede onderdeel waar we straks zeiden, het sekslepen. Een sek van 124 kilo moet ze dan 24 meter verslepen. Even in krabbelen gooien, even. En dan weer erom. Daar komt Dirk Wagenaar, want dat is jammer Dirk dan. Maar hier krijgt hij moeite van 150, hij maakt het al gedaan. Maar de scheidsrechter die zijn er net van goed. En ik denk met name Wout Zielstra en Simon Sikkers dan zeggen van Bliksem. Sjörs Menne Bethlehem die had het al op in het eerste onderdeel. En hij is de, dit heeft natuurlijk wel perspectieven voor deze man. Het is een je het zijn minuut. En ik denk dat het even de titel die vakant is om gewoon maar in omkrieten. Tjurres. Had er een kiepslag, dat zag je dat. Pas. En dan is die er. Krijgen we nou een jacht toezicht willen, dacht ik. Dat vertel je. Oh.
Dus laat maar zwaar. Surren, jongen, die laken trekt nog. Maar het vensterbankje is middenbij in de hoogstapel en die heeft lange zwartel. Er nou aan. Ik hoop jou rond zien, wat hier. Jou rond kilo omheen gehelden. Dit is Jan van der Weerda. Ik best graag. Geen valken na. En voor de meesten is dit het tredje beurt. Voor Corouden dat we kwamen. Maar dat spelen nog straks al helemaal. Het zijn maximaal 6 beurten. Dus de beginbeurt en dan nog 5 andere beurten. Zowel mijn handel als Simon Sikkers. Die gaan naar de vierde. Dit is lange twaalf. Shutter. Hij helpt hem een wij. Ja, neer. Pats. En hier is ik best genoeg. Doen het jongen weer dat? Ja, maar dat doet hij uit als zijn spanning. En dan die altijd een skop zijn box of een skop hier of een skop daar. Maar deze man die tilt Shutter. Wow. Jochen heeft hier een laken er nog om. Diepe gebrand die maaien net maar aan me. Ik geloof net dat diepe hier is, als jij hem wordt. Gouden achter hem. Hebben we dit gevoel gehoord dan net? Wel verder dan mij. Ik denk er al, oud mogen we zonder mekaar van geboorte die schoon zijn er wat. Ik is dit. Oh, man! Jurres, hoppatee, zeiden. En dat is een signaal die ook in onze spanning. En dit is schitterend om het te schijnen, de jaren. Denk je dat dit mannetje wordt verhulpen kan, hè? We zijn net volgens die jongen 40 binnen en dan zou het jongen zo verder kunnen. En kijk, man! Daar komt er al, verder. Hij houdt het er al, maar dat is er altijd. Daar gaat er, ja. Concentreert het de pols op. Ja, zeker. Maar toch maar Herman, die heeft Jorik ik altijd in één. Denk even. Jan van der Weerda. Dat ze zeggen van, oh, we dachten nog wel wat gewicht extra. Dat ze zeggen van, we doen gewoon zien of we erbij hebben. Lul wat. We zullen rustig al wachten. Ja, maar die telt ik alles trouwens, ja, nou wat er oorzaamsteen is. Dat mooi. Dan gaat er omheen, dan gaat het heel terg langzaam. Maar deze man die kan volhouden. Weer, en hij gaat over in. Ja, oh, wat een monster. En hij zal een kick moeten presteren, dan maar een stijf erop. Net een rustig feestmiddels die gevangen is. Ik kan wel zacht als je bracht, hè. Alles is jouw over. Hij gaat niet naar boven, hè. Goed, even de. Goed, even de honger, als het de lucht had, gaan de leugen eventjes hier.
Applaus voor de Turk-Wagenaar.
En dat is de los. Gereden voor de Laren het zwart. En een tweede plak op Delta. Dit begrijpen we, zal het niet even opnemen.
26 Victor Gussens. We hadden de eerste vrijwaarde staat tegen de vorm van het contract voor de sterkte van Friesland in oktober. Greep hoor, van Zilte. Thank you.
15 meter zit nou het eerste bocht, jongens, 20 meter. En het rint net verschrikkelijk makkelijk gezellig op zijn vlieger in de september. Hè? Je bent het eind, hè? Soms is het een meter, is het een andere deel van de spoor, 20 meter, en hij is niet meer door. Ik heb er niet voor, zo'n tactiek. Zoals 50 meter zitten al, bocht jongens 60 meter en dan iedereen de belangrijke meters. Nou wordt het 15, hij met dat 15. 60 meter en nou wordt het 50, 50, 50. Maar de hoek is zo in standaard en dan de bocht is 80 meter en dan iedereen in. Zo in standaard meter, ik wil nou 80 meter en dan iedereen in volgen. Die kan niet over meer. 80 meter, dat is hier, die steek is hier volgen. 80, 80. En het is iets minder dan hier volgen. Dus iets minder dan geen volgen. En hier zo'n 80 trigger. Dit is 80, dit is waarschijnlijk 86. Dan heb ik hier allemaal gezegd 86, 80. Zo'n 80, zo'n 80. Zo zijn. Dat is mooi, man. Dit is een man die dat altijd bij klokken. Het is nou Jim. Hij forceert het nooit. Hij weet precies waar hij nog bezig is. En hij ziet precies waar hij punt nog bij die kent. En hij wacht je af. Ik heb het gegeven voor de zin. En hier de groentje aan de kant van 40 meter. En dan komt er die maak in het vader, want de die helft. En dan kan ik ook niet meer, want hij heeft het oude manier. Dit is een keer om mij te verschillen. Hij heeft het oude manier. Die leven de processen van Karl Oudendag is juist de balk. 56 meter, de hoogte jongens, 60 meter. En dan komt er niet te langer. Zeg je dat? En dan komt er ook. Op naar de 56. Ik bedoel op naar de 56.
Dat is 100 meter in de ambitie. Dat 8 kilometer plus een 10 meter. En mooi nummer gewoon voor die helft. Maar je hebt net de 100 meter aan gedaan. 40 meter hebben. Ook met een sorry 40 meter. De volgende is nog een kans op. Dat moet mogelijk eigenlijk. Sorry de 40 meter. Rondje vol is 80 of zandige 60 meter. We gingen al fantastisch. Fout erin maar. 60 meter hebben we nou. Maar ja, dit is helemaal niet waar, dus. Dat is niet. Hij is niet goed. Dus, als die hoeven hebben, dan zijn het sorry dat ze over een meter. En dat is voor jou in de middag. Ja, jullie hier jongen, hè. Als die man weer vier terug, dan weet ik het maar goed. Mensen. Jan aan de middag, waarom zal de meter zien? Jij valt naar de redden en kwam ook aan het keer. Dus, dit schiet buiten nog wat zien of zeggen. Dat hebben we ook nog. Oké, dan zal het even niet. Hij is er nog. Hier nog langs door heel snel. Heel rondje 20 meter. Daar is het, 20 meter. Volgende ronde is 40 meter. Hij zal ook niet voor de gevaar klaar komen in de kamer. 18 meter. 40 meter is het. Hij moet aan nu. Keert op kwark, keert er in de ritnaf. En dat ken ik heel goed. Daar is het. 60 meter. Maar de Roosie Bolle is 80 meter. En nog weer op de 100. Oh, hij lukt ervan. Sorry zijn jongen, en een liedje. Applaus, ik voor hem, want dat bloed is van. Sorry zijn jongen, en een liedje. Ja, het is vrij de plak op de auto, hè. Hij moet erbij. En niet alleen de jongens, kom op, die ken ik al hier wat door morgen in de ruk. Al komt er uit bal. Haarlijk, kom op. Mooi, hoor. 40 meter. Hou vast. 40 meter. Oh, mooi, 40 meter, sorry, 40 meter aan het bochtje. 60 meter. Goed, jongens, nou gaat het door. 60 meter, denk ik. Denk het nooit zo sterk, het is allemaal bij je. 60. Die zit die in de Ecclesiën, want de Sjern werd al bijna de sterkste man van Friesland neerhouden.
En die sjoen dat dit, en dan laat de hele door de taart van je hier met volleybal op de vier minuten mee. Nee, maar dat wel, daar wordt wel rekening mee houden, dat wordt de meeste niet meer zeggen. Wat probeer je zo lang weer? Jou met de pieper, dat is nog heel leuk zo. Ja, maar heeft er nou iemand honger zijn zin dat het lustig is? Nee, dat is al waar. Nee, maar net hoor. Nee, dat vind ik. Ik heb er net een reeks onder, nou. De vrouwen blazen in je publiek, blazen! Ja, dat vind ik wel leuk. Ja, dat is wel een paar. Nou, zoals jij, jou niet helemaal mee. Dat hoeft net op te vangen, hè? En ik geef hier een hoor, hè? Ik geef hier een hoor. Die vijf dagen, hè? Ja, maar je hebt eigenlijk gehoord, hij komt er op en die hadden daarom. Ja, maar dat is wel een fijn, dat staat ook alleen maar, hoor. Ja, dat begint wel heel goed. Hij kan ook niet praten, hè? Nou, dat is echt 4 meter. Maar ze mag. Als die jou niet heel meter hebben, dan is dat al heel lang. Maar dat is maar een check, hè? Dus ik moet het. Dus dat is 4 meter, dat loopt heel lang. Pak op. Nee, maar een ovatie van de. Sorry, wat komt er dan bij? Jongens, dank je. Ah, kreeg je het? Nog één keer, ja, dat is. Dank je wel. 4 meter, wat zal je? Dat is een hele heftige. Op de wielen. Ja, dan weer weer. Ik heb het zeker meegehoord en stond het. Ik had het op uw betaling ook nog een rekening.
En door de carrière te hebben, moest hij de eerste jouw vallen. Hij komt tegen van Schurz. Dat is kiest. Ja, laat je maar, maar dat verveelde was. Ja, dat mag ik wel zien. En hier kan je wel op mij. Kan je enkel wel even snel, hè? Dus jij moet je niet in de voorstelling zien. Het is van mijn eigen tactiek. Trein je de volgende keer van, ja, dan maak ik het erin met z'n vallen. Ik ben het draad er heel. Hij denkt wel lang, dan heb ik misschien wat extra kracht. Hij is nog 50 seconden, dus het kan nog. Nou wordt alles druk. Ligt hem door. Die is waar. Hop, zeg ik. Nee, hij redt het net. Ja, maar applaus voor de regering volgens mij. Hij valt de handen. Laat het maar. Laat het maar. De dag al net. Ben je leuk? Ja, dat is wel leuk. Dat is wel lekker leuk, hoor. Oh, wat? Die ging de verkeerde kant op. Hebben we geen oor naar 3 meter 30. Ik zie dat die jongens vaak achter me komen, dat het gaat met die jongens. Ik zie dat ze altijd zetten naar je zanden van de geel omdat ze. Maar met applaus voor Jan van der Wierde, hij valt dik al. En dan wil je nooit dat we al beslissen hebben natuurlijk. Hij heeft hem weggenomen. Hij heeft hem niet tegengenomen trouwens. Mooi, we beginnen 3 meter 40. Ja, de riemen. Ik kan nog niet de garantie van de studio in, maar je zit hier al terug van, hè? Ik ben er ook wel. Wat? We gaan naar 3,60. Ja, laat het maar die moeder. Derde. Zonder. Van de twee hier vrienden kwamen ze dat Fjouw en Jonk op de tafel. Fjouw heeft gehoord en die hebben nog lager gemaakt. Ik ben ze nog, hoor. Blijf zetten, laat het van het allereerst heel dit. Dat is wel net vol, Langertje. Simon Sikkers en Wout Zilstra. Maar ja, Simon wordt het eerste maatje, die met Traje Sander pakken. Maar ik ga er alle vertrouwen in met dat ding. Ja, denk iedereen. Geen probleem meer. Hop, tot dan. Goedemiddag.
Dan ga je het minder bed liggen. Ja, van duivel. Krek, net. Krek, net. Maar je scherprechter die zit daar boven in die tent, die zat lekker warm met dat. Ja, lekker, vogel. Vrijdag, min 63 steen. Maar dat is een korte dag steen, dus dat is een niet. Dat zou ik liever aan het in mijn kar. Maar minder kan misschien nog bij de eerste trein komen. Ja, daar is een applaus voor minder bij het leven. Weer 83, hij komt er hoor. We hebben nu Simon Sekers. Ja, hij tikt hem het kontje. Het kontje nemen we. Mooi, we gaan de trein met de jongen. Ik heb een leuke zang van de zakken van de rode, maar hij had hem hier nog een paar uit, dus ik kan veel dat kennen. Maar ik heb het eerst zeker vrij jongen pakken, de rode nekkers. Ja, je weet het nooit waar je het niet doet. Zeker, binnen met mij. Ja, hij is de eerste man die vrij jongen pakt, zeker. En dan begint te spelen, hij had ook zouden ze zien, maar dat zal Simon niet. Ja, nou is de chef van de check natuurlijk, dat is jullie dadelijk nog mee, maar hij is ook een restaurant, hè. Nou is er al een gek hier. Goed jongens, hij is door. Hoe is het met de tijd, Jolly? Dat is mooi dat ze gewoon een keer hier poging maken. Rustig concentreren. En al alles erin. Oh. Ja, een applaus voor Simon Sekers. Hij doet het 83 zijn. Heel wat vragen. Top. Denk je er, Walshielter, 93. Het 63 zijn, hij zal hem op. Ja, Simon Sekers, hij doet het erin. Hoe kent hij hem nog? En er was veel tegen beide jaren mee te beginnen. Ja, toch! Hartje te gek! Nee, dat heb jij nodig, hè? Dat is niks, dat is helemaal gek. Ja, maak het niks. Kom, jongens, jij een, hop het er. Ja, en het stimuleert hem al, hè? Net dank voor de mensen. Dank je wel.
Wat denk je van deze lovende categorie die geen rekening afgaan? Ja, sorry. Hij is spreken, sorry. Hij komt hier zo gezien, hij moet hier niet gezegd. En applaus voor Kamerlander, sorry. Je hoort hem hier nog. Oh, hij is even voor de lijn verder. Zo kun je nog aanbreken bij hem afgestaan. Ik was de vierde pret. Zoals jij altijd zo min van aanlopen, Sjurres. Hoe is die Jermen dus, Jermen? Meestal hebben we het helemaal eerder gedaan. Kom, vrouw, nu scoren! Scoren! Ah, ik heb nog een soortje bij aan, hè. Ja, nou, dan geven we. 4-5, zo is hem zo. Lekker zo. Er zijn ook meer gebieden bij mij. Kom, hoe Sjurres? Ja, ik zit al, hè. Ram zit hier al wat in. We zijn hier nog bij onder de lach. Sjurres, en die lui weer om. Mooi, met de wedding, Simon Segers, kan altijd nog een Wout Zielstra. Ja? Nou. Het Jilke Prize Premie dat we direct in de tent hebben, want dat is een revolutie die we eerst kwade tijden hebben. Dat is Jilke Prize Premie dat we in de tent hebben, maar dat komt direct van goed. Op het vierde plek is het dan eindigen een jongen, hij komt uit Calderwolde. En daar gaan we strampelje naar voren. Om hem de tiende prijs te brengen. Wil je hem even applaudisseren voor de tiende prijs in Arja? Ja, nee, hoi. Hoi, kom hier even. Wat is dat? Was je vaker dan mij? Oh, dat is leuk tegen tien, hè? Dat moet dan wel wat meenemen. Oh, ik denk het wel, ja. Doen we dat nou een soort doel als door die broer verslucht in de voorronde? Oh, nee. Hebben we er dus net meer door aan? Ik denk dat we ook veel uit de roer zijn. Ah, dat is heel belangrijk. Ja, daarom. Nou, geef maar even naar deze vrouw, dat is Sjurres. Die had de beker nodig, de bal van de bank en toeter. Wat ligt er dan? Ja, dat woon je allemaal niet in, hè? Sjurres ook. Mooi. Op de andere plak, je moet alleen bloemen met de foto even. Derde. Wat doe kerst deze vrouw, die wat denk? Ja, een beetje. Een beetje goed of gewoon? Mooi. Nou, dan goeie zaak. Ik heb misschien jongen aan de tent ook. En de hoesje straks dan, hè?
Ja, weet ik niet. Wat ben ik net? Dat is dat 16 hoe is gewoon net betekent of moet melken hè, joh? Nee, ik moet net melken, maar ik vind het ook bij het Je vindt het wel bij. Waarom? Nou, ga je naar binnen? Of als je gewoon op tijd hebt, zeg je. Mooi. Nou, dan laten we balk op de achterblak. Heerlijk, zullen we dit allemaal goed doen? Ja, Pico Bellen, Jurgen, die draait wagen te genieten. Op het zonderplak. Op een landing, hè? Ja, hartstikke weg. Hoor die weg? Nou, we hebben er geen zin. Maar ligt het eindelijk zo dat die vuur getrokken ging? Krijg je zo'n skar rond, hè? Nou, ik ben spaart wat droom, maar jij dat weet ik dan niet. Nou, dat weet je hartstikke zo nog, dat zal verslagen, hè? Dat ben jij dat wel. Je bent de sterkste man van Haren dan al, die. Haren, hè? Daarom, gefeliciteerd. Maar hoor ik het kapje gewoon naar voren houden en dan staat hij goed. Mijn handel aan van Arnhemmeren. Ja, ja, dat is ook. Dat is nog steeds een beetje favoriet, dat publiek, hè? Ja, ik heb een mooi publiek. Maar waar ben je met mijn beurzen, hè? Ja, 15 beurzen, man. 15 beurzen. Dat is heel Arnhemmeren. Wil ik thuis leeg tegen? Kapje. En ik zie de café al erin, hè? Dat weet je ervan. Nee, maar dat is mijn middenkant, man. Nee, die kan er wel in zijn, man. Die heeft er allemaal bij. Nou, gefeliciteerd. Eén puntje daarop voor, maar 31 van heel. Hij begon heel sterk, jong. Voelde we wat rond, komen we een beetje bij. En staat maar door steeds tot een vierde plak in de Hespeling. Maar het is een belofte. Alleen nog, ja, ik denk dat we een beetje te meer lengte hebben op sommige onderdelen. Lambert Zwart van Balken. Applaus. Ja, het is jouw PSV, hè? Geen Power Lift. Gewoon een bodybuilder. Komt er door die zulke rare dingen als zo hier dus, aan de boven, hoe nemen die dingen? Bij die Ben Johnson, die sprinter is daar, weet je toch? Daar komt er niet over. Nee, hè? Nou heeft hij van nature, heeft hij die jongen. Ja, die mensen willen meer, hè? Ook gefeliciteerd, maar die in vierde plaats. Wat vind je van het publiekje? Ah, ik vind het jongens. Ja, dat vind ik echt. Nou, ik zie dat het vaak kampen. Ik zie graag twee kampen, ik bedoel, nou, dat ze dit oefluiten, dat stimuleert alleen maar, of niet? Ja, maar ik ben kan niet meer. Ik vind het wel. Nou, daarom. Applaus voor Middenbettenheim als je vierde prijs. Maar ik ben altijd nog volhouders. Zou ik al zeggen, jongen, die waard zal ik een prijs en premie helpen, maar dat doen we dat in de tent even, no? Nee, Tom Janke zou mooi vinden dat die knaap altijd een model. Jok van een 40 jaar jong en hij heeft een ton erbij. En meer tot van zijn bier van de race valt, krijgt al op het plaatje. Maar ik moet nou mooi krijgen horen. Kor, Stor, Oudendag, bij 42 helpen. Nou, sorry, in praatje niet? Nee, kom even naar hier. Zij is nog. Nou, in praatje, wat wist er van je? We laten ook laten lopen, zei je verder weer, hoor. Ja, hol. Dat is een dikke speler. Hé, hey, Rek. Zou je het wel bijstaan willen zeggen, nou niet? Nou, tevreden? Best. Ja? Mooi, en er zag het wel aankomen natuurlijk in het laatst. Het zit erin, hoor. Oude raden, hè. Je vader, dat best. Ken open iets hard meer? Open ken iets hard meer, hè. Ja, goed, hè. Dat is gebeurd. Maar we zien die wel in de voorste race van de stijf van Friesland in mijn gang. Ja, gaan we naar spuiten, hè. Dat moet even met de bril, hè. Even spuiten? Die allemaal lieden. Nou, applaus voor Karel vandaag, het trainerplak. Ja, ik weet niet of je kent de LP die je van Tolhoek.
Je hebt altijd dat zwarte check, jongen. Merk er nog niks van? Ja, dat is genoeg. Ja, dat zei. Maar nou, ik vind je inderdaad op een man houden, hoor. De merk echt de meeste net stikken. Dat dorst van die man voorstrijd van sterkte van Friesland in begon. Ik kan het ook niet meer doen, hoor. Oh, daarop, oh, daar. En we zullen weer in spelen. Nou, die worden jongens, wie ben jij nu? Die ziet nog helemaal achter die tinten. Die wijft al wat. Zou van bliksem net op het thuisbloeien. Maar ja, dat zal er ontspannen. 1 oktober hebben we de voorselectie gestinst. Daar kan je hem allebei bijwijzen. Dit is een heel iets zaaltje, dus wat ik hier. Maar net met de volle bust. Maar dat zullen we dan wel weg. Ja, daar is het. Daar komt er wel. Nou, wanneer we eerst bij mijn thuis vorige week. Toen zei ik al ook echt wel sterkste van de Zuidwestenburg, hè, van die. Ja, eerlijk gezegd, sorry. Ja, ik zit er wel een beetje zitten. Daar heb ik net zo'n volle trein, dan zijn we nou best te klaar voor, denk ik. Ben er ook klaar voor. En toch nog even oorvraag. Ik ben de sterkste man van Friesland, no? Hoogst bij de eerste trein, zou je niet? Eerste. Dat was het voor de zin. Wist je sterker als wie benij in huis en wist je sterker als, ja? Maar wist je ook sterker als Ipe Gabrandi? Maar deze man die zei dus dat hij de sterkste man van Friesland werd. En dat geloven heb ik niet, hè? Dat wist het wel, hè? Dat wist het wel. Maar ik denk, Aaron Kuper in de zelf weet nou. Wat is je ervan aan? Dit is favoriet. Oh, ja. Dit is een favoriet, maar die moet het eerst maar doen. Dan hier een applaus voor de sterkste man van Friesland, de Zuid-Hollandse. Jongens, bedankt. En zet je zeggen. Oh ja. Dan wil ik graag alle mannen voor. Hoe vier mannen net weer? En misschien dat we horen wel bij eens mooi. Hey Jolly, denk je dat deze meesten nou een soort meesten in de Britse weekend shirt als toen Geoff Capes oud slachtig op Bergstreet is dit? Oh ja, dat zit eigenlijk in de beste van de beste zit. Ja, dat is weer. Maar wat vond je van dit niveau? Even eerlijk wijzen. Nou, ik zou zeggen, ik ben allemaal jongens, maar ik is zin als een heel soort trainer. En met het publiek zijn achter je steen, dat gaat van tegen de allooi. Dat is geweldig. En wat zijn die prognoses voor de sterkste man van Friesland? Mijn naam heb ik het even op Walt Schildtrein en heb ik het even door Simon Sikkers. Nou, Walt vindt het net, ik denk dat Diepe Gebrandi wordt. Denk je dat het Diepe Gebrandi sterkste man van Friesland wordt? Dat ga ik wel! Nou, zeg eens kop als je voordeel krijgt, hè, jongen eraan. Wordt hij ook niet verzeld, jongens. Applaus voor Charlie van der Bos, nog één keer voor hem. Hij weer, jong. Hij is erbij. Dus daar is die steek van de kant en ik wil vinden zien dat het jouw rode vanuit. Nou, dan plaatsen we erin. Jongens.